open, warm, heel transparant en ook wel persoonlijk. Als freelancer doe je eigenlijk alles zelf. En nu bij SMG doe je heel veel samen. Van 24 tot over de 60. Dus de 65 en 120 euro per uur. Ik denk dat je daarmee wel het verschil kan maken wat je qua uurtarief uit een opdracht haalt. Verzekeringen, belasting, pensioen zijn dingen die je zelf moet oppakken. Had ik er maar eerder anders over nagedacht. Wat zijn voor mij de voordelen en de nadelen? Die mindset, die knop schakelen en ervoor gaan. In de serie De Zelfstandig Ondernemer maak ik portretten van freelancers en ZZP'ers uit de wereld van sales en marketing. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je voor een bestaan als ZZP'er? Hoe vul je dat ondernemerschap nou in en hoe blijf je bij qua vakkennis? En deze serie die maak ik samen met Sales Marketing Groep, een netwerk van ervaren sales en marketing professionals. En in deze video, en als je luistert in deze podcast, bij mij te gast Shanice Justus. Shanice, van harte welkom. Ja, dankjewel. En om maar meteen met de kernvraag te beginnen. Jij bent zelf geen freelancer, hè? Nee, dat klopt. Nee, ik ben in loondienst bij Sales Marketing Group. Ja. Dus ik werk echt voor het netwerk en ik ben zelf geen freelancer. Waarom ben jij geen freelancer? Ben je nog niet geïnfecteerd? Nou, dat dus wel. Ja. Vroeger dacht ik daar nooit echt over na. Ik dacht freelancen, dat is iets waarvan je echt ver in je carrière op een gegeven moment over gaat nadenken. Ja. Ik dacht dat is heel erg spannend, want je hebt geen vaste inkomstenstroom. Ja. En toen kwam ik er hier in aanraking mee, want ik werk natuurlijk alleen maar met freelancers. Ja. En nu is mijn kijk op het freelancen wel heel erg veranderd. Wat zijn misvattingen dan? Zeg maar, die je van tevoren had en nu niet meer? Nou, het blijft natuurlijk nog steeds spannend, mm-hmm. maar ik zou het nu wel veel minder spannend vinden als dat ik wat ik toen had verwacht. Ja, ja, ja. De markt is gewoon heel erg goed. En als je heel goed weet, wat kan ik een bedrijf betekenen? En daarmee bijvoorbeeld inderdaad bij een netwerk bent aangesloten, waardoor je eigen netwerk ook weer groot wordt. Ja. Dan ligt het eigenlijk allemaal aan je mindset. Als jij zegt, dit is waarvoor ik ga. En ik ga reageren op rollen. Ik ga mezelf positioneren. Dan lukt dat ook. Uh-huh. Dus ja, ik ben er veel meer over te weten gekomen. Ga je ook naar freelancen? Ik sluit het zeker niet uit. Ik ben alleen wel op dit moment bezig met een koophuis. En dat zijn wel van die dingen waarvan ik denk, dat heb ik liever eerst geregeld voordat ik ga freelancen. Wat doe je bij Sales Marketing Group? Ja, ik ben People and Growth Manager bij SMG. En dat houdt eigenlijk in dat alles waar ik me mee bezig hou is gefocust en gericht op de ontwikkeling van de freelancer zelf en het netwerk. Dus ik hou me bezig met de contentstrategie, evenementen. Ik heb laatst een presentatie gegeven over hoe je kan starten als freelancer, bijvoorbeeld bij Bekenstein. Dus dat soort presentaties om meer naamsbekendheid te creëren, maar ook mensen inderdaad te helpen met wat komt er nou bij dat freelancen kijken en is dat iets voor mij? Het is wel leuk, jij weet er straks alles van. Terwijl je het zelf niet doet. Dus mocht je ooit die stap maken, dan... Ja, laatst zei er was iemand die geïnteresseerd was in SMG, wat we nou precies doen. En een freelancer zei tegen diegene, dan moet je met Shanice praten, want die weet alles. Terwijl ik dus zelf geen freelancer ben. Maar ondertussen weet ik er wel heel veel van. Welke verzekering je moet hebben, et cetera. Ja. Dus, want voor de mensen die kijken en nog niet weten wie Sales Marketing Groep is, of wat Sales Marketing Groep doet, schets het eens. We zijn eigenlijk een netwerk voor freelancers op het gebied van sales, marketing, communicatie. Yeah. Die kunnen zich bij ons aansluiten en wij helpen hun eigenlijk bijna op alle vlakken van het freelancen. Denk aan ondernemen, jezelf ontwikkelen, het vinden van opdrachten, maar ook gewoon de plezier, want je hebt natuurlijk geen vaste collega's. Dus we hebben het heel erg gezellig met elkaar en helpen elkaar in het ondernemerschap. Het is best een clubje inmiddels al, hè? Ja, ik zeg clubje, maar wat is het? Ondertussen zitten we nu denk ik op 54, dus in ieder geval boven de 50. Hmm. Dus dat is best een aardige groep. Waarom zou ik, als ik nou in de hoek van sales en marketing actief ben en ik ben al freelancer en het gaat prima, waarom zou ik me dan bij SMG aanmelden? Wat voegt het dan toe? Ja, nou, eigenlijk stel ik meestal de vraag terug. En dat is natuurlijk, iedereen heeft ergens anders behoefte aan. Ja. En met SMG zijn we best wel compleet. We kijken ook inderdaad elke keer waar liggen de wensen en behoeften van een freelancer. Waar heb je behoefte aan? Dat kan dus zijn dat we elkaar helpen met opdrachten. Dat kan zijn dat we je helpen te ontwikkelen van, goh, waar sta je nu, maar waar wil je naartoe? Welke opdrachten zou je willen aanpakken? Maar ook gewoon echt dat delen. Als freelancer doe je eigenlijk alles zelf.
En nu bij SMG doe je heel veel samen. Dus je deelt je kennis, je deelt je eigen netwerk. We delen opdrachten. Wat ook weer voordelen heeft voor jou. Hoe werkt het model? We hebben een vaste fee van €100 per maand. En dat gaat in je eigen opleidingspotje. Dus dat kan je ook besteden aan je eigen ontwikkeling. Ja. En een afdracht van 15% van je omzet. En naarmate je langer bij de groep bent en meer werkt, gaat die afdracht naar beneden. En er zitten dus ook verdienmodellen. Als er bijvoorbeeld een freelancer iemand kent en die draagt diegene aan bij het netwerk en diegene sluit zich aan bij het netwerk, dan tellen diegene facturabele uren met jouw uren mee, waardoor je sneller gaat zakken in je afdracht. Grappig. En je krijgt €2 per facturabel uur de eerste 2 jaar. Daarnaast als je iemand helpt aan een opdracht, echt een warme koppeling kan leggen, dan krijg je bijvoorbeeld 10% over die omzet van die desbetreffende opdracht. Dus dat delen heeft dan opeens ook verschillende voordelen. Nou, ik kan me ook voorstellen, ook al ben je wat ervaren met freelancen, dus wat jij net zei, is dat je ook wel soms misschien wat solistisch bezig bent en dat je in zo'n netwerkgroep ook wat planmatiger kan gaan werken. In dus wat jij zegt, hè, dat je gaat sparren van waar wil je nou naartoe en wat voor soort klanten wil je hebben, waar wil je staan over een bepaalde tijd. Ja, zeker. Er zijn inderdaad, wat ik zeg, iedereen heeft ergens anders behoefte aan. Ik heb bijvoorbeeld iemand heel erg kunnen helpen met time management. Want als je heel veel verschillende freelance klussen naast elkaar doet, ben je op een gegeven moment ook heel veel tijd bezig aan elke keer switchen van voor welke klant doe je wat. Wat heel zonde is, want dan krijg je niet facturabele uren. Ja. Dus dan kijken we naar time management. Maar denk ook bijvoorbeeld aan hoe positioneer ik mezelf in gesprekken. En dan kunnen we bijvoorbeeld een rollenspel doen, zodat we zorgen dat je in een gesprek beter naar voren kan komen. Ja. En ook goed bent in onderhandelen. Hoe belangrijk is onderhandelen voor freelancers? Ja, ik denk dat je daarmee wel het verschil kan maken wat je qua uurtarief uit een opdracht haalt. Ik denk dat heel veel freelancers misschien toch te snel ja zeggen. Ja. En ik denk dat het allemaal wel draait inderdaad om weten wat je waard bent en weten wat je een organisatie komt brengen. Mm. En dan is het eigenlijk het principe, jij start hier, de ander staat daar en je komt uit in het midden. Dus bedenk vooraf waarvoor wil ik deze opdracht doen en ga inderdaad in je onderhandelingen eerst wat hoger zitten. Ja, en je kan nooit meer omhoog, hè, zeg ik altijd. Je kan nooit meer omhoog, inderdaad. Maar dat is soms natuurlijk wel spannend. En, maar ook daar is SMG ervoor om daarvoor even met elkaar te bellen van goh, hoe wil je erin gaan? Nog even samen bespreken, wat is handig? En misschien heeft er een andere freelancer bijvoorbeeld al een keertje gezeten en weet die wat het uurtarief is. Dat zijn allemaal handige dingen om mee te nemen. Want waar hebben we het over qua uurtarieven in jullie, zeg maar, in de sales marketing hoek freelance? Ja, het is best wel grote bandbreedte. Ja. Ik zou echt wel zeggen tussen de 65 en €120 per uur. Dus dat is hele grote bandbreedte. En dat ligt er eigenlijk aan hoe specialistisch of hoe strategisch ben je. Hoe groot is het bedrijf? Ga je ook een team aansturen? Dus dat bepaalt een beetje in welke bandbreedte je kan. Hoe lang is de klus, kan me nog voorstellen. Hoe lang is de klus, inderdaad. Ja. Als jij garantie hebt dat je ergens 5 dagen in de week voor een half jaar zit. Ja. Dan zak je iets sneller een klein beetje in het uurtarief dan dat het een hele korte klus is. Hey, een van de aspecten die belangrijk zijn vandaag de dag bij bedrijven. Of je nou een netwerk bent of in jullie geval is het een netwerk. Is cultuur. Ja. Hoe zou jij het DNA van Sales Marketing Groep omschrijven? Nou, dat is wel heel erg mooi dat je dit vraagt. Want we hadden van het weekend een etentje. En toen had ik dat met een freelancer inderdaad erover. Dat we zijn natuurlijk ondertussen met meer dan 50 freelancers. Ja. Dat is een hele diverse groep. Super veel verschillende persoonlijkheden. Hele verschillende mensen. En wat me opvalt is, dat vind ik, maar dat vond die freelancer ook, dat iedereen heel erg open is. Dus iedereen wil elkaar ook echt helpen. Er is geen hiërarchie, dat is gewoon platgeslagen. En dat is heel erg fijn, dat je weet dat je altijd met een vraag terecht kan in de groep. Dus ik denk open, warm, heel transparant en ook wel persoonlijk. Ik ken bijvoorbeeld al die 50-plus freelancers. Weet ik exact de thuissituatie, of ze op dit moment op klus zitten of niet. En Dolf weet dat bijvoorbeeld ook. Dolf Kost, de oprichter. Ja. Dus dat is hoe ik dat zou omschrijven. Hey, en als je het palet aan mensen zou moeten omschrijven, wat voor types zijn dat?
Wat voor types? Ja, heel divers. Het is een dynamische groep, dus het gaat van 24 tot over de 60. Dus de leeftijdranking is ook heel breed. En dat maakt het denk ik ook heel divers. Waar moet je aan voldoen als ik nu zit te kijken en ik denk, oeh, het loont me wel een tijdje, maar ik twijfel nog. Ik zit nog in loondienst, maar ik zou het wel willen. Waar moet je aan denken voordat je die stap maakt? Nou, natuurlijk eerst heel gewoon duidelijk voor jezelf hebben wat zijn voor mij de voordelen en de nadelen. Waar zou ik eventueel tegenaan lopen? Nou, voordelen heb ik al genoemd inderdaad, die vrijheid, onafhankelijkheid. Maar het feit blijft wel inderdaad dat je zelf je eigen opdrachten moet vinden. Maar ook verzekeringen, belasting, pensioen zijn dingen die je zelf moet oppakken. Ik merk wel dat soms mensen dat heel groot maken en denken dat je daar heel veel voor kwijt bent. Wij werken ook gewoon met een aantal bedrijven samen waarvan je bijvoorbeeld voor €75 per maand al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. En dan heb je de basis al verzekerd. Dus ik denk vooraf sowieso heel goed nadenken. Wat zijn voor mij de voordelen? Wat zijn de nadelen? Waarom ga ik dit doen? Het financiële aspect is aantrekkelijk, maar ik zou zelf zeggen, ik vind het mooier als de motivatie komt vanuit ik wil meer vrijheid of ik wil mijn kennis, met mijn kennis impact maken bij verschillende bedrijven. En daar komt dat financieel natuurlijk mooi bij kijken. Dus waarom doe ik dit? Wat zijn de voor- en nadelen? En dan inderdaad gewoon die mindset, die knop schakelen en ervoor gaan. Met sommige mensen zijn wij al heel lang in gesprek. Die denken daar al echt 1,5 of 2 jaar over na. En zijn continu in gesprek van, goh, waar twijfel je dan over? Wat zijn de stappen die je kan nemen? Sommigen beginnen ook met in de avonduren en in de weekenden met freelance. Erbij. Ja, totdat ze daar wat meer feeling mee krijgen. En dan inderdaad helemaal overstappen op het freelancen. Maar er zijn best wel veel mensen binnen de groep die zeggen, goh, had ik er maar eerder anders over nagedacht. Ja, precies. Niet per se denk ik eerder gedaan, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen tijd dat goed voelt. Nee, maar dat je het gewoon kan overwegen. Ja, dat die mindset, dat het niet zo'n hele grote drempel lijkt. Want ik denk dat alleen maar bij jezelf ligt, hoe je er inderdaad echt voor gaat. Ja. Hey, en jij, hoe zijn nou zo mooi? People and Growth Manager was jij? Ja. Jij doet het niet, jij runt niet in je, want je hebt natuurlijk al die freelancers. Dat zijn er meer dan 50 al. Ja. We hebben Dolph, die overigens al in de studio hier is geweest. Ja. Dus voor de mensen die kijken, daarboven, kun je hem bekijken. Maar wat voor supportteam heb je? Doe je dat allemaal in je eentje? Nee, dat doe ik niet in mijn eentje. Nee, we hebben eigenlijk het projectteam. En dat bestaat op dit moment uit 3 mensen, inclusief ik. Dan heb ik nog een collega die richt zich echt op de evenementen. Zowel online als offline. En iemand die zich op de administratie richt. Dus wij zijn met z'n drieën. Maar inderdaad, hoe verder we groeien, hoe groter het team ook zal worden inderdaad. En hoe groot? En wat zijn de ambities? Nou, ik denk dat we zeker met, vooral is het belangrijk om elke keer te kijken, is de groeimogelijkheid er? Dus hoeveel opdrachten zien we en hoeveel freelancers zijn er op dat vlak? Kijk, als jij bijvoorbeeld 10 SEA-specialisten hebt die allemaal op dat moment niet op een opdracht zitten en je ziet geen opdrachten, ja, dan zit daar dus geen groei meer in op dat moment. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is om naar te kijken. Maar zolang die groei, zolang we zien dat dat nog opgerekt kan worden, kan je blijven doorgroeien. Daar zijn we al op ingespeeld voor op de toekomst. We hebben squads, dat zijn groepen op specialismeniveau. Dus je hebt een paid squad, je hebt een social media squad, een e-mail squad. Waardoor je eigenlijk de groep in specialismes gaat opdelen. Waardoor je weer sneller met elkaar echt inhoudelijk kan sparren. En daardoor maakt het op een gegeven moment makkelijker om door te groeien, maar wel die persoonlijke touch te blijven houden. En waar zitten, welke specialismen zijn, is de grootste behoefte aan dit moment? Toch al paid. Ja. Paid marketeers, e-mail marketeers. Ook heel veel content. Ja, content natuurlijk. Ja. Copywriters ook. Ja. E-mail is grappig, hè? Dat wordt al 100 jaar doodverklaard. Ja. Maar dat blijft Alle e-mail marketeers zitten helemaal vol. Ja. En we zien nog steeds rollen. Dus dat is echt. Ik moet sowieso zeggen dat het marketing doet het nu heel erg goed. Want online moet je natuurlijk zien hoe ga je ten opzichte van je concurrent, ben je zichtbaar genoeg. Dus er zijn sowieso veel opdrachten te vinden op het gebied van marketing.
Maar als we het dan over een paar hebben die eruit springen, dan is het echt, ja. Je hebt zelf een aardig LinkedIn-profiel met een aantal goede referenties. Nou, 1, onderhandelen. Daar schijn je dus inderdaad nog bij een harde onderhandelaar, jij? Ik weet niet of je dat over jezelf mag zeggen, maar ik ga er wel altijd nog heel even kijken of we alles eruit kunnen halen wat erin zit. Ja? Ja. En als laatste een goede cv opbouwen. Dat zag ik ook terugkomen in een referentie. Ja. Hoe belangrijk is dat nog vandaag de dag? Ja, ik vind dat heel erg belangrijk. Ik heb zelf ook als recruiter gewerkt bij onder andere Randstad. Dus dat is ook een van de dingen waar ik een aantal freelancers bij help. Ja. Als jij reageert op een opdracht, er zijn meerdere freelancers die reageren. Dus je bent meestal een van de die op een opdracht reageert. En eigenlijk doen recruiters nog steeds scannen. Dus op het moment dat zij niet de dingen zien direct op jouw cv waar hun naar op zoek zijn, dan valt jouw cv heel snel af. Mm-hmm. Dus als jouw cv en LinkedIn gericht is op waar jij op solliciteert, helpt dat zeker om eerder op gesprek uitgenodigd te worden. Oké, en helpt het feit dat je member van Sales Marketing Groep bent ook nog? Ja, ik denk het wel. En vooral natuurlijk omdat je daarmee zelf ook kan laten zien dat je een freelancer bent die het belangrijk vindt om zijn of haar eigen netwerk blijven uit te breiden. En je ontwikkeling heel erg belangrijk vindt. Ja. Als jij iemand bent die zegt van goh, ik ben altijd, mijn kennis is altijd up-to-date en ik blijf naar evenementen gaan, ik blijf sparren, dan is dat natuurlijk ook heel erg waardevol voor jouw klant. Want met die kennis kan jij je klanten weer verder helpen. Ik snap het. Mag ik je danken voor dit gesprek, Chies? Ja, jij ook heel erg bedankt. En dankjewel voor het kijken naar weer een video uit de serie De Zelfstandig Ondernemer die ik samen maak met Sales Marketing Groep. En zit je op YouTube nu te kijken, over een paar seconden zie je het linkje hier in beeld naar de hele playlist met alle video's erin. En ben je aan het luisteren naar de podcast, abonneer je dan op deze podcast. Dan mis je helemaal niks. Voor nu, dankjewel. Hoi! We'll be right back.